De grafzerk is gemaakt door de Haagse Nienke Koster, ter nagedachtenis aan haar opa. Hij overlijdt als ze 5 jaar oud is. En ik herinner me nog goed dat mijn moeder op een gegeven moment tegen me zei dat ze graag een dekentje wilde brengen op de begraafplaats op zijn graf. Omdat voor haar gevoel had hij het koud. En het was buiten aan het sneeuwen, dus had ze iets van brengen een dekentje. Nu, jaren later, heeft ze een grafzerk gemaakt van grote rubber. En een deken en een kussen voor haar opa. Ik wilde graag een soort ode aan mijn opa maken. Mijn opa was een heel kleurrijk persoon, dus ik vond het eigenlijk wel mooi om kleur toe te passen ook. Ja. En het werk is ook heel kleurrijk. En ik dacht van dat mag ook wel eens een beetje kleur op een begraafplaats. Ja, ik werk heel vaak met rubber, met zachte materialen. Omdat ik ben begonnen met mijn kunstwerken als tastbare herinneringen aan plekken. Ik noem ze 3D-herinneringen. Dus je kunt van iets een foto maken, maar ik maak liever een afgietsel. Ja, en een plek die je dierbaar is, wil je graag dichtbij houden. Dus vandaar dat het zacht is, dat je erop mag zitten en dat je het mag koesteren. Het is een van de afgietsels die ik heb gemaakt uit de oude kerk van Delft. Ja, het heeft me wel een paar jaar gekost om het perfecte materiaal te vinden. Ik merk nu met rubbers waar ik geen masker voor hoef te dragen en wat gewoon zonder gifstof is. Nienke ziet de dood als onderdeel van het leven. Ik denk dat er toch te veel nadruk ligt op de zware kant. En ik vind juist dat het zo fijn is dat iemand heeft bestaan, dat ook wel wat meer aandacht.